Goedemorgen, welkom. Welkom bij Speakers Academy Talks. Fijn om jullie allemaal online te zien, zeg. Ja, goedemorgen. En een genoegen voor mij om zo in contact met jullie te zijn. Mijn naam is Lexter Woodley. Ik ben jullie host. En we gaan zo beginnen met het programma. Maar voordat we dat doen, ben ik benieuwd, want ik zag al wel wat voorbij komen. Waar komen jullie vandaan? Waar zitten jullie allemaal? Ik zit in Rotterdam. Iemand anders die vanuit Rotterdam meekijkt? Of vanuit Amsterdam, of vanuit Arnhem, of vanuit het buitenland? Laat het weten. Laat het weten en deel het hier op de chat. Dan zien we het allemaal van elkaar. En laat ook Gouda zie ik, hallo. Muiden, Amsterdam, ook maar. Deventer. Ja, Zeist. Heel goed. En laat ook weten wie je bent, wat je doet. Laten we dat van elkaar zien. En ik zal ook wat vertellen over mezelf. Ik ben dus Lexter Woodley. Ik ben een van de sprekers bij Speakers Academy. En ik ben eigenaar van het bureau Dutch Einsteins. Dat is het Huntersbureau. En we zijn met name actief in de advocatuur. Ik breng mensen samen via mijn bureau. En ik ben daarnaast ook aan het promoveren. Dat doe ik via de universiteit in Londen. Ik heb daar een tijdje gewoond. En ik breng ideeën samen als het gaat om vrouwelijke kostwinnerschap. Ik verwacht over, nou ja, ergens in de toekomst mijn dokterstitel te behalen, doctoraatstitel te behalen daarmee. Maar goed, ik breng mensen samen. Ik breng ideeën samen. En vandaar dat ik hartstikke enthousiast ben om jullie host te mogen zijn. En ik ben dan gespreksleider als het gaat om de sprekers. En ook om de gesprekken tussen jullie en de sprekers. Dus stel vragen. Stel vragen wanneer de sprekers erbij komen. Ze worden zo toegevoegd via videoverbinding. En het is ook mogelijk om zelf ook toegevoegd te worden via videoverbinding naast de sprekers. En dat kan door op een knopje te drukken met een hand. En op een gegeven moment zijn er een paar andere knoppen om te drukken en dan kom je in de uitzending. Overigens, als je internetverbinding het niet helemaal doet, dan is er een knopje, een groen knopje als het goed is. En daarmee kan je dan weer verbinding maken en dan kom je er weer in. Maar laten we ervan uitgaan dat voor ons allemaal en voor jullie allemaal, dat het goed blijft met de verbinding. Ik kijk mee, dus vandaar dat ik soms een beetje naar rechts kijk. Leuk hoe jullie zo met elkaar in gesprek gaan en dat ik dan ook mee kan lezen. Dit is overigens de eerste keer dat we dit organiseren, hè? De eerste keer maar een logische stap om te maken voor Speakers Academy. Want sinds 1997 is de missie van Speakers Academy bringing knowledge to the world. Dus kennis brengen naar de wereld. En nu met deze huidige situatie heeft Speakers Academy haar missie uitgebreid met bringing knowledge to your home. Want juist in tijden van crisis is het nog belangrijker om inspiratie, informatie en motivatie met elkaar te delen. En de virtuele wereld helpt ons daarbij. En ja, op deze internationale dag van de arbeid, want dat is het vandaag, 1 mei, hebben we 3 vooraanstaande sprekers uitgenodigd om met jullie te praten en vragen te beantwoorden die jullie kunnen helpen tijdens deze crisis. Goed, ik ben even aan het meelezen. Dank Fons, Klaas, mooie aftrap. Even kijken. Net klaar met haren van vriendin verven. Leuk. En iemand komt van Landgraaf. Leuk. Goed, goed. Blijf vooral doortypen. Tijd om de sprekers erbij te laten komen. Ja, laten we dat doen. Allereerst André Kuipers. Hij weet als geen ander hoe het is om in isolement te leven. Hij leeft namelijk maandenlang in een klein ruimtestation met 5 astronauten. En hij weet te vertellen dat in situaties zoals deze, dat het belangrijk is om je gedrag aan te passen om hier doorheen te komen. En hij kan ons ook tips geven over hoe in contact te blijven met anderen terwijl je op gepaste afstand blijft. Dames en heren, hij laat zich zien. Hier is hij, André Kuipers.
Hallo, Dag allemaal. hi. Fijn dat je er bent. Jazeker, erg leuk. Leuk om dit te doen. De volgende, ik kom zo bij. De volgende spreker is Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie. En hij deed jarenlang onderzoek naar lichaamsbeweging en de effecten daarvan op onze gezondheid. En nu dat we allemaal thuis zitten, is het nog belangrijker om, lichaamsbeweging te doen, om daaraan te doen. En hij zegt ook, beweeg, want dat is niet alleen maar goed voor je conditie, maar ook voor je brein. Daar komt hij, hij laat zich zien, Erik Scherder. Goedemorgen allemaal. Leuk om er te zijn. En fijn dat je er bent, Erik. En de volgende spreker is Maarten van der Weijden. Hij heeft prestaties geleverd op wereldniveau en hij weet ook hoe het is om met tegenslagen om te gaan. En met zijn verhaal wil hij jullie inspireren om door te zetten en ook om het positieve te halen uit deze situatie. Zijn motto is: accepteer pech, leef je leven en verbind. Maarten van der Weijden, we zien je graag. Daar komt hij. Ja, tromgeroffel. Hij had het nog even spannend, maar hij is er. Hij heeft ons gehoord als het goed is. En dan hij is nog onder water. Hij had een spanning, ja. Maar, ah, daar komen. En, ja! Welkom Maarten. Dankjewel voor de extra spanning. Wat zei je? Goedemorgen. Allemaal vanuit huis. Goedemorgen. Ietsjes vertraging, maar blij dat je erbij bent. Allemaal vanuit huis, heren. Zevende week inmiddels. Hoe bevalt het jullie? Maarten. Ja. Hoorde je mij? Hoe bevalt het? Zevende week vanuit huis. Ja, ik hoor jou. Ja, het is wel anders. Hè? Dus het is veel meer te doen, veel meer tijd. Ik heb een dochter, Kleine van 5, Robin van 3. Veel meer tijd. Ik dacht wel heel wat prettig. Dus ik hem ook nog als vader vind ik het ook veel lekkerder dan het karakter. Of mij naar school toe kunnen. Grote verandering is dan de zwembad. Want het kan aan mij liggen. Maar ik kan je niet zo goed volgen. Kunnen jullie, André en René en Erik bedoel ik, kunnen jullie hem wel goed volgen? Nou, je kan het ook op alle chats zien. Er is heel veel echo bij Maarten. En het beeld is ook heel erg wazig. Toch, hè? Ja, dan ligt het niet aan mij. Maar, nee, hoor, waarschijnlijk pakt het zo direct weer op. Ik ga naar André. Ik ben benieuwd hoe het jou bevalt. Even Nou, ik moet zeggen, het is heel vergelijkbaar met zo'n situatie in het ruimtestation. Je bent aan het communiceren via beeldverbindingen en geluidsverbindingen. En ik moet zeggen dat 7 weken alweer, het gaat toch wel heel erg snel, moet ik zeggen. Want voor mij is het eigenlijk rustiger geworden in die zin dat ik natuurlijk veel thuis ben. En een heleboel zaken die vroeger laag op de prioriteitenlijst stonden, die komen nu naar boven. Dus je kan helemaal nieuwe dingen gaan doen. Hè. Je tijd op een andere manier indelen. En sommige dingen bevallen eigenlijk goed. Ja, mooi. En Erik, word je misschien inmiddels gillend gek? Nee, absoluut niet. Nee. Kijk, ik heb natuurlijk mijn fulltime baan bij de VU, dus er moeten heel veel dingen geregeld worden. De tentamens moeten herschreven worden, op een andere manier moeten worden afgenomen. Je geeft je colleges vanuit huis nu met via de webinars. Dus het is, in die zin is het natuurlijk een nieuwe uitdaging om er weer echt wat van te maken ook. Hè. Want nu heb je niet je studenten voor je moet het nou in de huiskamer doen, net als nu. Dus ik zie het in die zin. Probeer ik in ieder geval een draai aan te geven. En dat lukt ook heel goed. Om te denken, het heeft ook zeker zijn positieve kanten. Ik heb natuurlijk makkelijk praten. Want ik heb niet al die andere ellende die veel mensen wel hebben. Zoals banen en inkomens en zo. Dat heb ik niet. Dus ik praat vanuit een hele, hele ideale positie eigenlijk. Dus ik ben voorzichtig met mijn uitspraken. Maar tot nu toe gaat het allemaal perfect. Ja. Maarten, ik hoor weer. Of tenminste, je hebt het al gezegd. Maar kan je herhalen wat je vertelde toen ik vroeg over 7 weken thuis? Over alle ellende, wat je waarschijnlijk aan het vertellen was. En delen. Ja, nou ja, ellende weet je, is voor ons allemaal natuurlijk een nare periode. Dus vooral ook anders. Dus ik denk vooral aanpassen. Wat ik
ook wel heel fijn vind. Ik heb 2 dochters, Filijne van 5 en Robin van 3. Nou, daar heb je heel veel meer tijd voor. Vind ik natuurlijk heel erg prettig. Wat voor mij natuurlijk ook wel naar is dat die zwembaden dicht zijn. Dus zwemmen zit er even niet in. Nee. Maar ik ben wat meer aan het lopen en aan het fietsen. En dat vind ik eigenlijk ook wel heel erg prettig. Ik ben benieuwd hoeveel meer, want je zegt wel wat meer. Het klinkt alsof het enkele uurtjes per week dat je dat doet. Maar misschien veel meer dan dat. Vertel eens eigenlijk, hoeveel meer ben je? Hoeveel? Nou, ik vind het wel leuk, weet je, dus omdat ik nooit liep en ik ook echt wel een slechte loper ben. Dus ik ben wat lang en wat zwaar, dus dat is niet het postuur dat je dan goed kunt lopen. Maar ik ben het een beetje aan het opbouwen en ik loop nu elke dag een half uurtje. En als ik dat straks ietsje meer kan doen, dan is dat fijner natuurlijk. Wat doe jij, André, qua lichaamsbeweging? Nou, wat we sporten in die zin rennen, cross trainen, zwemmen als het lukt. we hebben een meer hier vlakbij en dat is wel open natuurlijk. Maar het is wel koud nog toch, André? Het is koud. Ja, dat was dat de uitnodiging voor Maarten? Gezellig, ja. Kom eens langs. Kom hier buiten zwemmen, ja. Ja. Maar inderdaad, er is nu veel meer regelmaat in die zin. Dingen die je doet, reizen door het land, die zijn er dan niet meer. Dus je hebt zeg maar tijd over. En dat is natuurlijk ook een van de belangrijke dingen die ook voor zo'n verblijf in een ruimtestation geldt. De regelmaat, een vaste agenda. Wij weten precies zo'n beetje elke minuut ingedeeld. Wanneer je gaat sporten, wanneer je gaat eten, wanneer de tijd is voor ontspanning. Dat betekent dat je ook veel meer kan bouwen op je agenda. Ik ben gewoon elke dag kan ik nu gaan sporten. Het is niet zo dat er ineens iets tussen komt. Dan moet dat weer. Waardoor het minder belangrijk wordt. Maar nu kan het. Dus dat is heel belangrijk. Dat je een vast dagschema hebt. Ja, hoe belangrijk, Erik, want ik zie je knikken. Hoe belangrijk is dat ook voor ons brein? Ja, essentieel. Wat André aangeeft is gewoon essentieel. We hebben natuurlijk ons circadiane ritme. Dag- en nachtritmes. En die zouden nu wel eens wat zwakker kunnen zijn. Omdat je misschien overdag door het thuis zitten, stel dat je het te letterlijk neemt, dat is natuurlijk precies wat je niet moet doen. Overdag hebben wij een normaal activiteitspatroon. En je fietst misschien naar het station of je fietst naar je werk. Je bent veel actiever. En het risico zit erin dat je nu minder actief bent, waardoor je ook minder goed slaapt. En dan begint dat circadiane ritme, dat dag-nachtritme, begint dan een beetje uit de pas te lopen. Dus dat André zegt, hou je ritme. Ja. Is essentieel eigenlijk voor je gezondheid. En voor je afweersysteem. Maar daar komen we misschien nog wel over te spreken straks. Ja, ja. En we zitten natuurlijk allemaal thuis vanwege de coronamaatregelen, vanwege het virus. Maakt aardig nog wat slachtoffers. Televisie confronteert ons ermee. Angst kan op ons afkomen, stress. Erik, het blijft bij jou. Wat kan dat met ons systeem doen, met ons hersens? Pak hem er even bij. Kijk, daar is die. Ja, dat moet ik toch even doen, ik kan het niet laten, maar jullie kunt het allemaal zien, hè. Maar hier heb je, dit is de hersenstam die hier zit, de hersenstam. En hier zitten je vitale functies. Denk aan hartregulatie, ademhaling en bloeddruk. Ja. Dat bepaalt. Maar alles wat je hoort en ziet, komt ook hier binnen. Dus je oor zit wel aan de zijkant en de voorkant, maar alles wat je ziet en hoort, komt eerst in de hersenstam binnen. Behalve wat je ruikt, dat niet. Dus je kunt je voorstellen dat als je dus nu het nieuws hoort, en het nieuws is natuurlijk de afgelopen 2 maanden uitermate verontrustend, en je ziet het, je leest het, je hoort het, al die informatie komt precies binnen in die gebieden, die ook je hart reguleren, je bloeddruk en je ademhaling. Dus wat ik voel is dat ik dan, als ik weer dat nieuws zie, dat ik dan, je begint hoger te ademen, of je hartfrequentie gaat omhoog, of je bloeddruk gaat omhoog. Dus dat is nou precies wat je uiteindelijk toch met elkaar moet realiseren. En dat zie je ook in die studies die over de SARS gaan. Hè? Dus die studies zijn er. En die studies zeggen één ding heel duidelijk. Hè? Limit your news. Wees beperkt in die nieuwsvergaring. Mm-hmm. Want het zorgt eigenlijk in de hele bevolking toch voor... Ja, je moet natuurlijk nieuws hebben. Maar je moet toch wel beperkt zijn. Want je krijgt meer stress, meer angst. En dat komt onder andere hier vandaan. Ja, en wat is beperkt? Wat 1 keer per week, dat is wel heel erg weinig, maar ik noem maar wat.
in hoeverre zouden we het moeten beperken als we iets kunnen aanhouden? Ja, dat wordt niet aangegeven qua tijdselementen. Maar je kunt je voorstellen, ik moet weer even zo. Je kunt je voorstellen dat je kunt denken, kijk naar het journaal. Hè, en daar beperk je misschien een talkshow. Maar je ziet natuurlijk wel heel veel nieuws. En vooral ook nieuws met, zeg maar, waarin zeg maar een soort voorspelling wordt gedaan. Wat zou kunnen gebeuren? Ja, de vraag is, willen we dat allemaal horen? Misschien gebeurt het wel niet, hè? Dus je kunt wat dat betreft, kan natuurlijk ook de andere kant meedenken. Van wat bieden we en wat bieden we niet? Wat gooien we, wat krijgen we over ons heen en niet? Dat vind ik een superbelangrijk iets. Is overigens niet mijn idee, maar dat komt uit die voorgaande studies heel duidelijk vandaan. Wees beperkt, ook de media. Wees zorgvuldig in wat je, zeg maar, uit. Ja, ja. Maarten, ik kan me voorstellen dat je in je carrière ook de nodige angst en stress het ervaren of daarmee geconfronteerd bent ben geweest. Hoe ben jij daarmee omgegaan? Ja, nou ja, zowel, weet je, in de topsport speelt natuurlijk onzekerheid en twijfel speelt een hele grote rol. Dus je weet niet, omdat het een extreme situatie is, zoals het coronavirus ook is, en omdat je daar nog nooit geweest bent, weet je niet hoe het zal lopen. En nou, misschien zou je van topsport verwachten dat een topsport heel erg in zijn hoofd van het allerbeste scenario uitgaat continu en denkt van ik moet mezelf volhouden, ik ga die gouden medaille winnen, ik ga het halen. Maar wat mijn ervaring is dat juist door dat niet te doen en juist bewust te zijn dat het ook anders kan lopen en dat het ook een soort van oké is, dat een soort van ontspanning geeft. Dus ik vond het wel heel interessant wat Erik zo even zei, want mijn tactiek is juist dat ik eigenlijk alle scenario's een soort van in mijn hoofd heb en dat alle scenario's ook een soort van bijna oké zijn en dat ik daardoor juist een soort van rust creëer, waarbij voordat ik voor mijn Olympische race in 2008 begon, wist ik mijn kans op Olympisch succes en dat ik goud win is eigenlijk heel erg klein, maar als ik zilver win of ik word vierde of ik word tiende, dan is dat ook oké. Het enige wat ik kan doen is dat ik mijn stinkende best doe en dan zie ik het wel. En in 2018, toen ik voor de Elfstedentocht begon, voor de eerste keer, was het eigenlijk hetzelfde. Dus ik had het nog nooit gedaan. Dus de onzekerheid was heel groot en daardoor moest ik me zo van flexibel opstellen. Ja. En denk van, nou, ik ga eraan beginnen en ik zie wel waar ik terecht kom. En toen ik na 163 kilometer, toen mijn arts vertelde, maar Maarten, weet je moet hier stoppen, was dat oké? Okay? Want ik wist niet hoe het zou lopen. Dus als ik dan op dat punt terecht zou komen, was het oké. Dus doordat ik vooraf wist dat het ook wel eens niet zou kunnen lukken, dat gaf me een soort van ruimte en een soort van het voorkomen van frustratie. En dat denk ik wel dat heel erg handig is. Is dat, weet je, door die onzekerheid is de kans dat je gefrustreerd raakt natuurlijk heel erg groot. Want er zullen altijd momenten zijn waarbij het niet het gewenste resultaat is. Ja. En als je dan denkt, oké, nou weet je, dit kan gebeuren. Dit is nou eenmaal de situatie waar we in zitten. Maar wat kunnen we nou wel doen? Ik geloof dat dat wel effectief is. En de kans dat je het beste eruit haalt, zou een stukje groter zijn. Ja, dus je kijkt nu naar, wat kan je nou wel doen in deze situatie? Ja, wat kun je wel doen? En je accepteert dat er een heleboel momenten zullen komen die tegenvallen. Omdat je nou eenmaal niet weet hoe het gaat lopen. Omdat je dat niet kunt controleren. Hoe je dat normaal veel meer kunt. Ja. En André, in jouw carrière waarschijnlijk ook. Of waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk ook. Stress, angst. Hoe ben jij daarmee omgegaan? Nou, om een astronaut te worden is het eigenlijk heel vergelijkbaar met topsport. Je moet een beetje obsessief ben je bezig om dat doel te bereiken. En alles moet daarvoor wijken. En ja, je hebt natuurlijk ook heel veel tegenslagen. Dat je niet wordt aangewezen voor een vlucht. Of dat iemand anders erop wordt gezet. Of er is een ongeval waardoor alles weer jaren wordt uitgesteld. De frustratietolerantie is uitermate belangrijk. Voor iedereen eigenlijk. Vallen en weer opkrabbelen. En weer doorgaan. En wat betreft zeg maar de angsten aan boord. Kijk, wij zijn natuurlijk ontzettend goed voorbereid en getraind. Alle dingen die mis kunnen gaan, die oefenen we. Er zijn een heleboel zaken die misschien meteen fataal zijn. Maar je oefent voor de dingen waar je wel wat aan kan doen.
Dus als er een brand uitbreekt, of er is een lek, of dat soort zaken, giftige stof die ontsnapt. Dus we hebben ook drills daarvoor. Dus dat scheelt natuurlijk al een hoop, dat je weet wat er kan komen, wat je er eventueel aan kan doen. En het is wat dat betreft ook teamwork. Ook wij krijgen niet alle informatie. Wij zouden natuurlijk aan boord helemaal totaal overladen worden als alle informatie van alle machines er naar ons toe kwam. Er zijn hele teams op de grond die daarvoor zorgen. En net zoals we dat nu ook hebben, we hebben mensen die specialisten die zich met al die verschillende aspecten bezighouden. En je moet bepaalde informatie waar jij wat mee kan doen, die heb je nodig. En dat geldt voor astronauten dus ook. Wij krijgen alleen informatie over wat we kunnen doen. Wij zijn de handen en de ogen van de mensen op de grond. Dus de dingen die wij moeten doen, die informatie krijg je. En ja, dat kan spannend zijn. We hebben natuurlijk een paar dingen gehad waarbij er kortsluiting was. En wat ga je dan doen? En dat kan soms midden in de nacht zijn. En dan moet je toch even erbij blijven. En dan komt die training van pas. Ja. En dan weet je weer waarom je al die tijd getraind. Want 80% van de dingen die je geleerd hebt, gebruik je helemaal niet. Maar af en toe gebeurt er iets waardoor je het wel weer nodig hebt. En het is allemaal teamwork. Dat is ook een van de belangrijke dingen. Samenwerken met al die andere mensen. Ja. Dat je het op het doel te bereiken. En je zegt inderdaad teamwork. Lau Enzo, die geeft aan, door het vele thuiszitten kunnen spanningen oplopen. Hoe deden jullie dat in de ruimte? Ja, dat is een heel goede. We krijgen er ook training in zekere zin voor. Voordat we de ruimte gaan, hebben we allerlei sessies. In de wildernis, onder water, in grotten. Om ook de teamwork te leren. Je moet niet twee kapiteins op een schip zetten. Hoe ga je om? Wat is de onderlinge verdeling? Iedereen moet zijn taak kennen. Dus wat heel belangrijk is goed communiceren met elkaar. Mensen kunnen geen gedachten lezen. En dus je moet duidelijk zijn in het doel. Wat ga je doen? Waarom? Zelfkennis. Wat heel belangrijk is voor iedereen eigenlijk, dat je luistert om te begrijpen. Heel veel mensen luisteren alleen maar om, zodra de stilte valt, meteen te reageren. En als je het probleem wil oplossen of een irritatie, is het heel belangrijk om te luisteren, wat zegt die ander nou eigenlijk? En waar gaat dit over? Ja. En dus heel belangrijk dat je zelfkennis hebt dus. Dat je als team dingen doet. Dat je uit jezelf vervelende taken op je neemt. Dat je niet de kantjes eraf loopt. Dat je zo een sfeer kweekt met elkaar. Dat je bent een team. En dat je elkaar helpt. En niet zit te wachten tot je iemand anders onderuit kan halen. Of dus dat is een heel belangrijk. Goed communiceren met elkaar. En niet verwachten dat mensen het allemaal begrijpen wat jij voelt. Ja. Je moet het op een of andere manier op een prettige manier duidelijk maken. En dat geldt voor ons in de ruimte ook. Ook daar kunnen irritaties optreden, want astronauten zijn natuurlijk ook gewoon mensen. Depressies kunnen optreden. Daarom is het belangrijk om goed te communiceren, vanaf het begin. Erik? Ik had een vraagje nog aan André, mag dat? Zeker. André, ik vroeg me nog een beetje af, je zei ook, jullie sporten ook in de ruimte, dat weet ik. Is dat iets wat je inderdaad ook elke dag doet? Zeker, nog veel meer dan hier. 2 uur per dag is aangewezen om te sporten. Dat komt als je in de ruimte bent, dan zweef je. Je valt om de aarde heen. Dat betekent dat je heel veel spieren niet meer gebruikt. Het is alsof je een half jaar in je bed gaat liggen. En dan word je niet veel sterker van. Je krijgt spierverlies, je hartspier wordt slapper, maar ook je botten ontkalken. Er staat geen kracht meer op die botten. En dus om dat allemaal te voorkomen, moeten we 2 uur per dag, staat er ingedeeld, met opzet van de apparatuur. Ja, wat is sport? Nou, rennen. Op een loopband. Dat is natuurlijk raar, want als je 1 stap doet, dan ben je weggezweefd. Dus ze zitten vast met een harnas. Dat je steeds strakker kan zetten, zodat je echt kracht moet zetten. We moeten fietsen op een home trainer, maar dan zonder zadel. Want je zweeft, je hebt helemaal geen zadel nodig. Dus je klikt je wielrenschoenen vast en zo kan je dan fietsen voor je conditie. En we moeten elke dag krachttraining doen. Om kracht op die botten te zetten. Ook op aarde geldt het ook. Botten moeten belast worden. Want het is levend weefsel. Die botcellen moeten bot aanmaken. Dus je moet krachttraining doen. Dus wij moeten elke dag naar de sportschool. Je gewicht heffen moeten. Maar er is geen gewicht. Dus we doen het met grote cilinders waarin we vacuüm zuigen. En zo wekken we die kracht op. Elke dag. Ik vroeg het ook even. Omdat je natuurlijk met de vergelijking nu. Met thuis zitten. Is natuurlijk de vraag hoeveel doen we dan nu aan bewegen en aan sport? Hè? Dat is dus de meest essentiële vraag. Dat het thuis zitten
in principe ervoor zorgt dat je afweersysteem juist afneemt in plaats van toeneemt, terwijl je eigenlijk een heel sterk afweersysteem nodig hebt. Dat ben ik ook wel benieuwd, een vraagje nog naar Maarten. Want ik lees in de literatuur heel erg veel over, je kunt natuurlijk kijken naar topsporters, en die hebben altijd wel weer een afbuigmoment als het gaat over je immuunsysteem, hè? Dat je er dan precies overheen kan. Dat het juist weer wat afneemt. Heb jij dat in jouw sportcarrière ook ervaren? Dat je op sommige momenten dat je dacht, nou heb ik precies een bovenste luchtweginfectie of een griepje, terwijl het er nu op aankomt. Ja, het is natuurlijk, ik denk dat veel sporten gezond is, maar te veel sporten natuurlijk weer niet of zo. Dus dan is dat is de grens die je bedoelt, Erik. Dat je zoveel sport, dat het zoveel van je lichaam vraagt, dat niet meer gezond is. En daarom dat je immuunsysteem achteruit gaat. Ja, ik zou denken dat je dat pas voelt als het te laat is en als er iets gebeurt. Ik voelde dat als topsporter niet heel erg. Wat was in jouw voorbereiding bij die eerste keer dat je het zeg maar moest onderbreken, hè? Ja. Heel Nederland huilde op dat moment dat je ging. Heb je toen gedacht, de voorbereiding was misschien te intensief? Kan dat een rol gespeeld hebben? Dat heb ik me altijd afgevraagd. Nou, het is wel zo dat ik had in mijn hoofd van, we halen zoveel mogelijk geld op als het wel ook zo zwaar mogelijk is. En dat was natuurlijk een beetje de strategie die we ook hadden. En ik had ook heel lang het idee dat slapen vals spelen zou zijn. Dus in de eerste sessie in 2018 heb ik in totaal 2 keer 20 minuten geslapen. En ik denk achteraf wel dat een beetje te veel was. Dus daardoor lukte het uiteindelijk niet. Waardoor we in 2019 dachten, ja, weet je, blijkbaar gaan we over een grens heen. Dus als we nou elke nacht 3 uur gaan slapen, dan wordt het een stuk haalbaarder. Dus je gaat kijken hoe ver je kunt gaan. En dan zit het altijd wel een beetje in mij als persoon dat je dat de eerste keer dat je dat een beetje te extreem aanpakt. En liever sliep ik helemaal niet. Dus ook die 20 minuten, dat voelde al een beetje als vals spelen. En toen de tweede keer, toen ik in die 3 nachten 7 uur sliep, ja, toen ging het dan wel. Ja, dus een beetje proefondervindelijk probeer je dat dan. Leuk, ja, mooi. Mooi. Nog even over het thuiszitten, Erik. Want nu zijn er veel mensen die te maken hebben met privé en werk gescheiden houden. Hoe belangrijk is het om dat te managen eigenlijk? Ook voor onze gezondheid en onze mentale gezondheid met name. Het managen bedoel je van de combinatie werk en bewegen? Werk en bewegen en allemaal in één ruimte. Nou ja, het is duidelijk dat bij elkaar in één ruimte zijn. Dat zie je op vakanties ook wel eens altijd hele leuke verhalen over. Hè? Je gaat op vakantie, opeens zit je met 5 man in een tent. Dat is niet altijd per definitie een geweldig gelukkige keuze natuurlijk. Hè? Want dan kun je nog naar je eigen kamer als je boos bent. Maar wat je nu ziet, dat raakt me echt, daar ben ik echt waanzinnig enthousiast over, dat je nu studies ziet verschijnen, en die hebben in de titel staan, Exercise Against Coronavirus. Dus om je te beschermen, om de risico's, zo moet ik zeggen, risico's te verminderen, gewoon internationale studies, hè, die laten zien, exercise. Gaat het dan om cardio of krachttraining? Of wat? Beide, hè? Dus het is de combinatie van endurance, dus uithouding, en krachttraining. En wat we helemaal vergeten zijn, maar waar we op zich nu een heel groot punt van gaan maken in Nederland, is er was al een pandemie. En die pandemie, officiële term, in de Lancet, hè, de top journal, de pandemie heette physical inactivity. 2012 kostte per jaar 1,5 miljoen mensen het leven. 1,5 miljoen. Wow. In dat jaar 1,3 miljoen. Dus dat die inactiviteit was gerelateerd aan hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, diabetes en overgewicht. Toen waren de mensen al kwetsbaar voor de inactiviteit. Nu zijn dezelfde groepen mensen kwetsbaar voor het virus. Dus je voelt wel aan, over de eerste pandemie hoor je nooit iemand. En dus nu gaan wij echt dat punt maken. We hadden er al één. We hebben er nu weer één. En we gaan kijken of we die ene kunnen bestrijden met de ander. Ja. Hier ligt,
En Erik, André gaf aan, ik zie hoor Maarten, maar André gaf aan dat voorgeschreven werk in de ruimte 2 uur per dag. Wat zou je dan praktisch voorschrijven voor ons hier op aarde, en vooral dan nu we thuis zitten, qua dagelijkse lichaamsbeweging? Nou ja, er zijn 2 elementen in. Je moet het zitten onderbreken. Dus je moet in ieder geval na zeg maar een uurtje zitten, 3 kwartier, moet je weer even lopen. Dat is 1 kant. En de andere kant is probeer om die beweegnorm te halen. En dat is als je naar de totale hartvaatstelsel kijkt en je hersenen kijkt, maar ook hartvaatstelsel, dan moet je denken aan vanaf 20 minuten, 30 minuten. Matig intensief bewegen. Daar vroeg ik het ook aan Maarten. Matig intensief is traplopen, doorlopen, fietsen, tuinieren. Maar doe het wel aan 1 stuk als het kan. Binnen je grenzen blijven natuurlijk. Maar wel dat je merkt, hé, ik heb wat gedaan. Ja. Maarten. Ja, het belang van sporten kan ik natuurlijk alleen maar onderschrijven wat Erik zegt. Welke kanttekening altijd wel, wat ik heel belangrijk vind om te zeggen is, we kunnen natuurlijk een heleboel doen om de kans op ziekte kleiner te maken, meer bewegen, gezond eten, niet roken, dat is natuurlijk een hele belangrijke. Aan de andere kant is natuurlijk als je dan ziek wordt, als je het virus krijgt, zoals nu heel veel mensen, als je die hart- en vaatziektes krijgt, die Erik zegt, als je in mijn geval, waar ik natuurlijk ervaring mee heb, als je iets van kanker krijgt, het is natuurlijk dan niet dat je dan zelf schuldig bent. Nee, zo, zeker. Hè? Dus ik vind die altijd, die nuance wil ik altijd wel brengen vanwege mijn eigen geschiedenis. Nee, jij zegt eigen schuld, dikke bult, hè? Dat is het zeker nooit. Precies. Ja, een goed punt, maar dat is ook nooit de uitstraling. Want er zijn heel veel mensen die hebben een overgewicht waar ze ook niks aan kunnen doen. En dat leidt tot inactiviteit. Maar je moet aan de andere kant wel kunnen kijken naar de risicofactoren. En als je dan al ziet dat die pandemie er al was in 2012. Ja, je zal op een gegeven moment toch echt die stap moeten maken. Ja, ik zie heel wat vragen voorbij komen. Misschien goed om te kijken of iemand toegevoegd wil worden om direct een vraag te stellen. Want Peter Franke die vraagt bijvoorbeeld, overleeft zo'n virus ook in de ruimte, André? Weet je wel? Ja, nou allereerst zijn wij voor de vlucht in quarantaine. En dat is altijd zo, niet specifiek nu. Dus voordat je lanceert, ben je 2 weken lang op de lanceerbare Baikonur, zijn we in quarantaine. Met andere woorden, niet iedereen mag zomaar bij ons komen. Mensen worden getest, of in ieder geval wordt gekeken of ze ziek zijn. Dus alleen zeg maar, bepaalde instructeurs, je lijfarts, die mogen bijkomen. Familie in principe ook niet. Pers zeker niet, die zijn achter glas, zodat we niet besmet kunnen raken. Dus we gaan redelijk gezond naar boven. Maar ja, astronauten kunnen ook ziek worden. En het is natuurlijk in het verleden wel gebeurd dat er bepaalde problemen ontstonden. Dat kunnen serieuze problemen zijn, een hartritmestoornis of een infectie. Maar ook griepje. Ik heb wel eens een oorontsteking gekregen. En daarvoor hebben we een klein ziekenhuis aan boord met allerlei spullen, geneesmiddelen om te helpen, maar ook een defibrillator, mocht er iets gebeuren. Maar in principe zijn we heel gezond. Wat we wel zien, dat door die rare situatie waarin we zitten, door de jetlag die je hebt, want de tijd is helemaal in de war en zo, omdat je om de aarde heen draait, dan zien we dat astronauten, dat hun immuunsysteem het wat minder doet. Dat is vervelend, want bacteriën bijvoorbeeld doen het weer beter. Die kunnen alle kanten weer opgroeien, in plaats van alleen maar op een plat vlak. Nou ja, er zijn allerlei. Je ziet ook dat astronauten meer virussen loslaten. Alleen ze worden er niet echt ziek van. We worden niet echt veel zieker. Maar je ziet wel dat door die rare omstandigheden meer stress is op het lichaam, op de geest, waardoor je verminderd immuunsysteem hebt, reacties hebt en meer virus, maar we worden niet echt zieken. Dat zien we niet. Het zijn natuurlijk wel heel erg gezonde mensen die naar boven gaan. Dus we kunnen wel wat hebben naar boven. Je wordt uitgebreid getest, maar je bent wel wat kwetsbaarder daar in de ruimte. Ik zie inmiddels dat Jan Bakker erbij is gekomen. Jan, je zou linksbovenaan nog op een knopje kunnen drukken, want dan kunnen we je ook zien. Knopje, daar staat op videoverbinding aan. Ik ga even kijken waar ik die kan vinden. Het is een blauw knopje, als het goed is. Dan video on. Kijk eens, welkom. Jan, we weten hoe je heet. Wie ben je? En daarna, wat is je vraag en voor wie? Mijn naam is Jan Bakker. Ik woon in Sappemeer in Groningen.
Nou, gebieden waar heel weinig coronaslachtoffers gelukkig zijn. Dus heel positief. Ik had een vraag aan André en eigenlijk misschien ook wel aan alle drie. Maar André noemde zojuist in het begin van het gesprek een aantal belangrijke positieve zaken die we eigenlijk aan deze coronacrisis overhouden. He, veel mensen komen tot rust. Er vallen zaken weg. Wat ook belangrijk is, natuur herstelt zich. Dat is allemaal ontstaan tijdens deze periode. Maar hoe denk je dat wij gaan handelen, reageren na deze periode? He, dat alles weer normaal wordt. Nemen we daarin iets mee? Of denk je van, nou, we gaan weer verder zoals we voor die periode ook aan de gang waren? Nou, een van de belangrijke dingen is natuurlijk dat mensen nu ook leren, wat doen we nu ook, dat je dat thuiswerken, dat dat best werkt. Er is natuurlijk voor alles geprobeerd in het verleden om mensen meer thuis te laten werken. Het is nog altijd lastig, af en toe wordt het gedaan. Maar we hebben nu hele mooie weken in die zin dat we allemaal kunnen uittesten, hoe werkt dat? Wat kan je dus wel vanuit huis doen? En het telewerken, we hebben nu al die prachtige videoverbindingen. Dus ik hoop dat dat een extra effect op de lange duur gaat geven. Waardoor er inderdaad meer thuisgewerken worden. Waardoor de druk op de wegen wordt verminderd. De druk op het vliegverkeer enzovoort. Dus ik denk dat dat een positieve uitslag is. Dat we gewoon meer thuis gaan werken. Ja. Maarten, wat denk jij? Ja, nou, als je je vraag zo stelt, Jan, dan doet me dat ook een beetje denken aan, weet je, als er een periode in je leven heel anders is, hè, of je dat dan meeneemt, of dat je dat dan achter je laat. Mm-hmm. En dat doet me ook wel denken aan mensen die kanker hebben, ja, en daar dan van herstellen, nemen die dat dan mee? En ja, mijn ervaring over die groep is dat het eigenlijk twee hele verschillende kanten op kan gaan. Dat je een groep patiënten hebt die zegt, nou, het was al traumatisch, erg genoeg, ik wil daar niks meer van weten. Ik wil gewoon weer dat het zo is zoals het was. Maar je hebt ook een groep mensen, en nou, daar hoor ik zelf ook bij, ook misschien wel vanwege de leeftijd die ik had toen ik ziek was. Toen was ik 19 en dan ben je toch wel in de vorming van je leven wie je bent. Waarbij ik dacht, ja, weet je, het is enorm traumatisch, enorm na geweest. Maar dit is ook het leven en ik wil dat nooit meer vergeten of zo. En ik wil daar iets mee. Dus ik denk dat je die groep ook wel zult hebben en zult houden. En dan wellicht misschien vanuit wat André ook zegt, dat je best wel wat positieve zijdingetjes daaraan ook ziet. Ja, weet je, als die uiteindelijk voor de maatschappij werken, ja, dan zal dat automatisch in een vrije markt groeien, denk ik. En kunnen we daar mooie dingen aan overhouden. Erik, is er iets waarvan je denkt van, of hoopt dat het niet blijft eigenlijk, nadat het over is? Ja, ik hoop vooral dat de lichamelijke inactiviteit niet blijft. Ik hoop heel erg dat dit de incentive wordt om uiteindelijk naar die actieve leefstijl toe te gaan voor ons allemaal. En niet voor de mensen die al sporten, want die sporten toch wel. Hè? Maar voor de mensen die dat toch altijd moeilijk vinden, dit moet het worden. Dit gaat het moment worden, naar mijn idee. Zijn er gegevens al bekend, Erik, dat we gemiddeld nu minder sporten dan? Niet de officiële gegevens. Wat ik in de media lees is dat de mensen merken dat ze wat meer kilo's krijgen thuis. Dat is wel een teken, ja. En kijk, we moeten niet vergeten dat wat ik net aanhaalde, die pandemie. Als je volgt hoe dat na 2012 is gegaan. 2016 was er een update, ook in de Lancet, was niets veranderd. 2019, een nieuwe update. En wat is de titel? Wat weerhoudt ons? Dus op het moment dat wij nu bij elkaar spreken, is de fysieke inactiviteit pandemie nog altijd actueel. Dus dit is echt de kans om te denken voor de komende decennia, praat ik over. En dan vanaf onze kids, hè, die moeten weer op school gymnastiek onderwijs krijgen, maar dan elke school en graag verplicht enzovoort enzovoort. Dus een leefstijl die onze weerstand zodanig omhoog brengt. Die studies heb ik niet bedacht, die zijn er nu. Je ziet dat bijvoorbeeld de NK-cellen, moet ik toch even jullie delen, de NK, de natural killers. Natural killers. Die killen alles wat binnenkomt, dat virussen.
die activiteit gaat omhoog als je gewoon gaat bewegen. Ja. Ja, ik kan... Wie helpt ons dan, hè? Hoe ook, wij zijn ervoor. Dat denk je toch bij jezelf. Ja, maar dat is toch wat we de komende 10, 20 jaren... komen wel weer virussen. Hoger weerstand, lagere risico's. Ja. En inderdaad, niks van eigen schuld, dikke bult. Nee, no way. Maar echt, denk nou jongens, kom op. En dat thuiszitten heeft toch dat risico dat het wat minder is. Je moet wel flinke discipline hebben hoor nu. Ja, ja, en ik herken ook wel wat je zegt, dat natuurlijk ons dagritme helemaal veranderd is nu. Is een soort van nieuwe kans, een soort van reset bijna natuurlijk. Ik zie het bij mijn kinderen ook. Ja, die brengen je normaal 's ochtends naar school en dan blijven ze daar. En de fysieke inspanning die zij ook hebben is natuurlijk helemaal niet zo heel erg groot. Terwijl nu kun je met je kinderen stukken gaan wandelen en je kunt actief buiten spelen en kun je dat veel meer stimuleren. Ja. Ja. Jan, ik wil je danken. Danken voor je vraag. Dank voor de antwoorden allemaal. Blijf vooral reageren in de chat. Dank je, Jan. En ja, voor anderen ook de mogelijkheid om erbij te komen. André, ik ben benieuwd naar, want we hadden het over effect op ons lichaam dergelijke, maar er zijn ook effecten op de natuur. In hoeverre weet je dat er vanuit de ruimte te zien is dat er al verandering is met het virus of ja, op de natuur en dergelijke? Is dat te zien vanuit de ruimte? Nou, die natuur, dat is trouwens een hele belangrijke factor voor om je goed te voelen ook. Een van de dingen die ik miste in de ruimte was natuur. Het is allemaal kunststof, machines, lawaai van machines. Dus op een gegeven moment stuurde een Russische collega een bestandje met vogelgeluidjes. Gewoon om naar vogeltjes te luisteren. Mijn Amerikaanse collega die pakte groene plastic strips van voedselpakketten. Die plakte die aan elkaar. En hadden we een soort kelpenbos waar we als zeeleeuwen onder doorheen zweefden. Gewoon om toch een beetje natuur te hebben. Stiekem in een hoekje groeiden een paar zaadjes van een courgette. Natuur is ontzettend belangrijk. En dat kan je missen als je het niet hebt. En dat zien we nu ook. Hè. Mensen die graag... Het was natuurlijk een prachtige lenteweek hebben we natuurlijk gehad. Mensen graag naar buiten gaan, toch een beetje frisse neus halen. De natuur is iets heel belangrijks om je goed te voelen. Nou hebben we op onze planeet een probleem wat betreft de natuur, want die planeet is erg overladen. We misbruiken de planeet een beetje. De mensheid groeit als een plaag over die planeet heen. 200.000 mensen komen er elke dag bij, de hele stad, elke dag. Die willen allemaal energie, die willen allemaal water, die willen allemaal transport. En dat is een enorme belasting. En dat kan je zien. Met het blote oog, al die lichtjes die je ziet. Maar je ziet ook de luchtvervuiling. Je ziet ontbossing. Je kan heel goed zien met het blote oog al dat er mensen op deze planeet wonen. En dat de planeet een beetje mishandeld wordt. Kan je vanuit de ruimte zien. Maar met satellieten kan je dat veel beter meten. Over de verschillende golflengtes. Je kan meten wat in die vieze gele laag zit. Aan vervuiling, stikstofdioxide enzovoort. En je kan over de tijd kijken hoe dat verandert. Nou, en dat is heel belangrijk bij die satellieten. Je kan zien hoe ontbossing voortschrijdt. En nu zien we natuurlijk ook, je kan het heel goed vergelijken. Metingen van luchtvervuiling. Boven China, boven Europa, noem maar op. En ja, het heel duidelijk is dat aan het verdwijnen. Enorm percentage verminderd. Dat zie je ook. Je ziet ook de foto's van de mensen op de grond die ineens de Himalaya kunnen zien vanuit India. Wat ze daarvoor nooit door de luchtvervuiling nooit zagen. Dus heel duidelijk aangetoond. Zodra al die activiteit minder wordt. Aan het verkeer, maar ook aan industrieën. Dan zie je dat het een direct effect heeft op het milieu. En dat is een interessante en prettige bijkomstigheid voor ons. We hebben gewoon nu frissere lucht. En hopelijk is dit een heel goed teken om, ja, als we nu toch weer een boel moeten opstarten, dat we het op een slimme en wat duurzamere manier kunnen doen. We kunnen er ook een goede kans van maken om, ja, gewoon zorgen dat die planeet wat schoner blijft. Ik ben toch weer benieuwd wat dit met onze hersenen doet. Bijvoorbeeld, Erik, het verschil met buitensporten en ergens in je woonkamer oefeningen. Wat voor verschillen merken wij eigenlijk op onze gezondheid als het gaat om buiten, lichaamsbeweging of binnen? Ja, ik zal nog even het brein erbij pakken. Toch buitenkantje, hè? Buitenkantje. We kijken hier naar de binnenkant van de rechter hersenhelft.
En dit is de hersenbalk die je hier ziet. Kun je het zien, jongens, zo? Ik zie het. Ja, nee, roep eens te zien. Ja. Ja, dit is de hersenbalk. En hier aan de voorkant, hier ligt een gebied. En dat gebied is eigenlijk, ja, een beetje gek, want het zijn netwerken. Maar dat wordt altijd wel genoemd als het piekergebied, het tobben. Wat je topt. En is de activiteit in het gebied wat hier vlak in die knie ligt, is heel hoog. En wat blijkt uit de studies, als je nou vergelijkt in de stad lopen of in de natuur lopen, dus wat André zei, dan zie je dat activiteit in dat piekergebied, nogmaals, een beetje simpel gesteld, dan neemt die activiteit af. Ja. Ja. Fenomenaal. Ja. Mede, omdat als je in de natuur loopt, is het een optimale vorm van verrijkte omgeving. En verrijkte omgeving betekent de bladeren, de bomen, je loopt op oneffen paden. Hè, dus je moet voortdurend worden geprikkeld en gestimuleerd. En dat geeft een hele mooie remming hier op dit mooie gebiedje. Ja. Hartstikke, hartstikke mooi. Dankjewel. Ik kan me ook voorstellen dat nu we meer thuis zitten, dat we veel meer een taal bijvoorbeeld oppakken of een nieuwe vaardigheid, hè? Gitaar spelen of iets dergelijks. Ja. In hoeverre hebben jullie heren misschien iets nieuws opgepakt? Een nieuwe skill, André? Ja. Maarten, ja? Ja, nou, dus voor mij is dat lopen en fietsen echt wel nieuw. Ja. Vind ik wel echt wel fijn. Want dat fietsen deed je voorheen eigenlijk niet echt. Nee, toen was ik alleen maar aan het zwemmen. Ja. dus zeg maar dat dingen niet kunnen, dat zorgt ervoor dat je nieuwe dingen gaat bekijken. En waar we het zo even over hadden, en ik denk dat het ook op deze vraag wel aansluit, is dat, weet je, ons leven voor het virus was natuurlijk zo gehaast. En dan gingen zo van deadline naar deadline. En ik noem dat ook wel eens dat, weet je, hoeveel tijd heb je nou besteed aan het kiezen van de studie die je gedaan hebt? Hoeveel tijd heb je nou echt goed nagedacht over de baan die je vervolgens 20, 30, 40 jaar deed? Ik heb door het ziek zijn toen ik 19 was, maar ook toen ik Olympisch goud won in 2008, heb ik daarna een soort van moment van bezinning gehad, wat ongeveer een half jaar duurde. En ook al had ik natuurlijk liever niet een half jaar in het ziekenhuis gelegen, dat moment van even een half jaar even niks doen, dat zorgde er automatisch voor dat je gaat nadenken over wie je bent en waar je vandaan komt en wat je goed kunt en wat je iets minder goed kunt en wat je nieuwe dingen zijn die je graag wilt verkennen. En zo'n periode van stilstaan, even goed nadenken over wie je bent, ja, dat kan een enorme waarde zijn voor de komende 5 of de komende 10 jaar. En kan voorkomen dat je alsmaar doorjaagt en doorgaat. Dus als jij het hebt over nieuwe hobby's, ja, dan zou mijn advies zijn van besteed je tijd echt even heel goed om na te denken over wie jij bent en hoe jij je tijd wilt besteden. Want, nou ja, we kijken er allemaal naar uit dat het virus straks weg is en dan mogen we weer gaan. Maar als je weer mag gaan, waar ga je dan naartoe? En hoe ga je de tijd besteden hoe jij dat het liefste wilt? Goed moment voor bezinning en zelfreflectie. Mee eens, toch André? Ja, voor mij twee nieuwe dingen waar ik eigenlijk nooit veel aandacht aan besteed. En een daarvan heeft ook weer met die natuur te maken, de tuin. Allemaal dingen, ik heb gewoon hele op je knieën het onkruid weghalen, de nieuwe plantjes. Dus ik leer heel veel van mijn schoonouders, van mijn vrouw over de planten. Dat is heel erg leuk om daarin te duiken. En mijn computergames van mijn zoon, daar hield ik me nooit mee bezig. Maar nu zijn we veel weer thuis. En daar ben ik zeer onder de indruk van de kwaliteit, wat er allemaal in zit. Ja. De slimheden. Erg interessant om die wereld ook een beetje te verkennen. Ik ben heel nieuwsgierig wat voor computergames dat zijn. Nou, net een nieuwe, Deliver Us the Moon. Het gaat natuurlijk een ruimtevaartgame. En fantastisch om dat helemaal uit te spelen, een soort escape room gevoel. Erg leuk. En dat moet ik natuurlijk met mijn zoon doen, want ik zou niet verder komen dan het onderste level waarschijnlijk. Maar erg leuk om daar in mee te doen en te zien hoe die wereld in elkaar zit. Dus twee nieuwe werelden, natuur en computergames.
computergames, nieuwe werelden, zelfreflectie en bezinning, heel belangrijk. En ik zie dat Karin erbij is gekomen. Klopt. Welkom Karin. Ook voor jou, bovenin, linksboven als het goed is bij jou, is er een knop zodat, je ook, zodat we jou ook kunnen zien. Hoor je wel, Karin? Ja, kijk, hallo Karin. Goedemorgen. Goedemorgen. Kan je vertellen wie je bent, kort, en dan uiteraard je vraag? Ja, ik ben Karin Zwenneke, ik kom uit Rotterdam. Dat kunnen jullie waarschijnlijk wel horen, ja. Ik heb zelf een hele heftige jeugd gehad. En ik heb ruim 10 jaar in het cluster 4 onderwijs gewerkt. En toen kwam ik op een gegeven moment in een burn-out terecht. Tijdens die burn-out zijn er ook een aantal GGZ-diagnoses bij mij gediagnosticeerd. Zoals een borderline persoonlijkheidsstoornis, dwangmatigheidsstoornis en een lichte vorm van PTSS. Nu heb ik door therapieën en door NLP-opleidingen heb ik de eigen regie weer in handen gekregen. Deze periode is echt een periode van verinnerlijking. Dat hoorde ik Maarten ook zeggen. Je wordt op jezelf teruggeworpen. Nu zijn er heel veel mensen die nu in therapie zitten. En die, ja, dat is nu minder, omdat dat nu online is. En ik heb eigenlijk ook een vraag aan Erik van in deze periode. Hoe kan je deze periode gebruiken in kleine stappen? Om weer zelf ook weer de regie, zeg maar, in handen te nemen op een liefdevolle manier met psychische problematiek. Hele grote vraag, maar ben ik heel goed naar. Het is een hele grote vraag. Wel een essentiële vraag natuurlijk, want inderdaad, de hulpverlening moet nu eigenlijk toch via de videokanalen gebeuren. Ja. Dus je krijgt een beetje een algemeen antwoord. Dat is de pech een beetje voor deze bijzondere vraag. Maar we hadden het er net over, wat doe je nu thuis bijvoorbeeld, hè? Doe je hobby's bijvoorbeeld. Maar ik pak het brein er nog even bij. En het interessante is, als je denkt, we hadden het over bewegen en zo, tot nu toe. Maar ook de mental effort, dus je geestelijke inspanning. Als je dat goed doet, dan is het afleiding hersenfunctie. En die hersenfunctie zit er heel erg in die frontale netwerken, frontaal. Ja. Dat betekent dat als de mensen die nu thuis zitten, die zorg hebben zoals jij ze beschrijft, dan is afleiding op zich, sorry voor het algemene antwoord, is wel belangrijk. Ja. Dus je ziet dat heel veel mensen nu bijvoorbeeld puzzelen en ook legpuzzels en weet ik veel wat. Als je afgeleid wordt, dan activeer je precies die netwerken die weer remmend werken op die angstcircuits. Ja. Die zorg en die somberheid. Dus wat heel slim zou zijn, is dat de mensen zichzelf in staat kunnen stellen om wat te gaan doen. En dat gaan doen heeft dan wel weer een controlerend effect op die negativiteitsdrang. Ja, ik begrijp wat ze bedoelt. Ja. Nee, maar dat is wel hoe, zoals het mechanisme werkt. Ja. Klinkt helder of klinkt onhelder? Nee, ik vind het helder klinken. U had het net ook inderdaad over het tobben. Hè? Dat is, want ik merk wel aan mezelf dat ik weer een beetje terugkom in de tijd van dat ik in de burn-out thuis zat. Ik woon ook alleen. Ik heb een dochter die woont in een instelling. Ja, alle instellingen zitten op slot. Dus dat maakt toch dat je toch wel weer denkt van zo, een gevoel van eenzaamheid. Ja, klopt. Ja. Ja. Dus die afleiding, dat is ook alweer makkelijk gezegd, dus dat is niet makkelijk bedoeld. Hè? Nee. Dus om die afleiding erin te zetten, dan merk je vaak dat dan die scherpte, die randen van de angsten die iemand kan hebben, of de somberheid, die randen worden dan weer wat minder scherp, zeg maar. Dus ja. Zo is het eigenlijk dat je hoopt dat mensen er zo goed doorheen kunnen komen. Ja, en de buitenlucht, dat hoorde ik net ook Maarten zeggen. Dat werkt ook ontzettend goed, inderdaad. Ja. Daar zijn we alle drie van overtuigd, volgens mij. Ja, André ook, ja. Karin, ja, dank voor het delen, zeg. En veel, veel sterker. Dat wens ik ons allemaal toe, maar jou ook toe. Dankjewel voor het delen nogmaals. We zwaaien. Dankjewel. Dank je. Dankjewel. Ook vragen stellen. Hartstikke mooi dat ze dat stelt. Ja, weet je, je hebt mensen die dan eenzaam zijn. En je hebt ook anderen die misschien te veel mensen om zich heen hebben. En misschien denken van, hoe zorg ik ervoor dat ik juist niet zo vaak afgeleid word om dan andere dingen te kunnen doen. Hebben jullie daar misschien een idee van, André, misschien? Nou,
mensen om je heen, als je het ruimtestation bedoelt, we zitten daar op elkaar, maar het is best wel ruimte en heel belangrijk is dat je een plek hebt om je terug te trekken. Ja. Het is heel belangrijk om dingen samen te doen, samen te eten. We hadden vrijdagavond hadden we movie night, gingen met z'n allen een filmpje kijken. Maar ook heel belangrijk dat je je kan terugtrekken. Je eigen slaapcabine, al is dat maar zo groot als een bezemkast, dat je eigen plekje hebt. Dus belangrijk, slaap is een heel belangrijke. Het kwam al eerder aan de orde natuurlijk. In de ruimte wil je zoveel mogelijk naar buiten kijken. Ik kreeg af en toe op mijn kop van de grond van dat ik te veel, dat ze kunnen een hoop van je volgen. Het is een soort Big Brother gevoel daarboven. Dat ik te veel naar buiten keek, ook 's nachts. Maar ja, ik wilde natuurlijk mooie foto's maken en dat soort dingen. Maar slaap is heel belangrijk. Dat weet iedereen eigenlijk wel. Als je goed slaapt, gaat je weerstand is beter. Je voelt je beter. Je kan beter performen. En je bent minder geïrriteerd. Dus ook in de sociale verhoudingen uitermate belangrijk dat je goede nachtrust hebt. Dat is iets. Zorg dat je een plek hebt waar je kan terugtrekken. Je eigen, even je eigen wereld. En dat je voldoende slaap hebt. Zo kan je dus ook dingen als irritatie van andere mensen om je heen, te veel mensen om je heen, voorkomen. Wel belangrijk is te blijven communiceren, ook al zit je geïsoleerd. Probeer zoveel mogelijk toch te bellen. Videogesprekken met die tante van je of die oud-collega enzovoort. Heel belangrijk voor heel veel mensen die alleen thuis zitten, zijn die contacten heel belangrijk, maar ook voor jezelf. Ik heb veel meer mensen nu gebeld in mijn omgeving dan normaal. Normaal, ja, weinig tijd, je moet dit doen en dat doen. Nu is er daar meer tijd voor en dat voelt ook goed. Gewoon veel mensen contact hebben met mensen via de telefoon en via video. Dat doet iedereen goed. Ja, Maarten, je vinger. Steek mijn vinger even op. Ja, vraag voor André. Ja, als je natuurlijk in de ruimte zit, die zegt dat communicatie belangrijk is. En dan heb je het ook over communicatie naar buiten. Ik kan me ook voorstellen dat vanuit die irritatie, als je niet gewend bent dat je met die groep mensen zo samen zit, dat er ook een heleboel communicatie intern is. Hoe gaat dat dan? En hoe hou je dat open, zodat iedereen dat een beetje in goede harmonie gaat? Ja, nou, wat ik al eerder zei, astronauten zijn ook mensen, dus er zijn verschillende problemen wel geweest in het verleden. We hebben ooit eens twee Russen gehad die ruzie met elkaar kregen en die hebben 3 maanden niet met elkaar gesproken. En die vlogen met z'n tweeën. Er is een soort muiterij geweest van een Amerikaanse Skylab bemanning, het eerste Amerikaanse station. En die hadden onderling frictie, maar ook met de grond. En die hebben de radio uitgezet, een soort muiterij was dat. Dus dat gebeurt ook. En ja, het is dus goed. Wat de grond betreft, je moet de druk niet te hoog maken als de mensen te veel stress krijgen, te veel moeten, te veel druk hebben, geen kans hebben om te ontspannen. Dan krijg je irritatie, dan krijg je zeg maar een revolte. Maar onderling dus ook, en daar is het heel belangrijk voor dat je op tijd de problemen bespreekt. Wij hebben op ons schema elke week gesprek met een arts voor zeg maar medische problemen die eventueel opduiken. En om de 2 weken met een psychiater. En dat kan ook elk moment, hè, als er problemen zijn. Maar gewoon om opkomende irritaties naar voren te brengen. Te bespreken voordat het explodeert. Ja. Zijn er dus heel belangrijk irritaties geweest op jou? Zeker. Het ging op zich heel goed hoor. Wij hadden eigenlijk nauwelijks problemen. Ik had hele goede commandanten die echt als een goede leider het voor hun troepen opnamen. Dus als ik een fout maakte, ging de commandant dat verdedigen tegen de grond. En af en toe denk je, nee, dat is mijn probleem, dat wil ik zelf oplossen. Maar dat ging goed. Wat wel soms lastig was, je communiceert met de grond. We hebben 2 lijnen. En dan moet je kort en zakelijk houden. Net als in de luchtvaart. Want andere mensen moeten ook via die lijnen praten. Ja, en normaal gaat dat via iemand op de grond die ook astronaut is. Die snap je elkaar snel. Maar het was ook een keer dat een collega moest praten met een wetenschapper op de grond. Nou, wetenschappers zijn heel enthousiast en die kunnen heel erg uitweiden. En ik sta aan beide kanten. Dan kon de rest niet door. Dus ik moest toestemming hebben uit Japan om door te gaan met een bepaald experiment. Maar
we konden elkaar niet bereiken, want die wetenschappers waren maar aan het kletsen met elkaar. En dan voel je een beetje irritatie. En dat is belangrijk dat je dat dan ook vroeg bespreekt. En niet gaat zitten mokken, een soort dat je andere negatieve gevoelens gaat opbouwen van wraak of weet ik veel wat voor dat soort ideeën. Dus als er problemen is, negatieve gevoelens zijn, heel snel te sprake brengen. Dus voordat dat iets heel vervelends gaat worden. Ja, of dat mensen niet meer met elkaar praten en de radio uitzetten bijvoorbeeld. Ja. Maarten, zwemmen is heel erg individueel. Individueel sport. Maar je levert prestaties op hoog niveau. Dat doe je ook met een team. Dus ja. Jij doet ook wel wat over... Ja. Welke teamles ik wel vanuit mijn Elfstedentocht van 2018 wel heel erg geleerd heb, is dat, en ik denk dat dat ook heel relevant is in tijden van crisis, is dat de grootste angst die mijn moeder had toen ik in het ziekenhuis lag, en ik denk dat ze daar ook gelijk in heeft, omdat ze me nou eenmaal heel goed kent, was dat als ik slecht nieuws zou horen in het ziekenhuis, dat ik niet lang meer te leven zou hebben, was mijn moeder heel bang dat ik heel erg in mezelf zou keren. Omdat zeg maar de crisis zo heftig was, dat mijn natuurlijke reactie was dat ik dat antwoord in mezelf zou zoeken. En ik denk dat ze daar ook gelijk in had. En dat gebeurde in 2018 eigenlijk een beetje. Toen ik al anderhalve dag zwom en ik kreeg steeds meer pijn. En mijn reactie erop was dat ik heel erg in mezelf keerde. En me heel krampachtig bleef focussen op mijn slag, op linkerarm, rechterarm. Vooral niet naar de mensen aan de kant kijken en daar aandacht aan geven. Maar de mensen aan de kant, dat werden er natuurlijk steeds meer en meer. Dus er ontstond een soort van frictie van ik wil mezelf focussen. En er zijn steeds meer mensen die willen me helpen. En ik bleef dat steeds krampachtiger vasthouden. Tot aan de tweede nacht, waarbij in de holst van de nacht een meisje van een jaar of 4 stond, net zo oud als mijn oudste dochter toen, en die moedigde mij aan, die schreeuwde, hup Maarten, hup Maarten. En dat kon natuurlijk niet anders vanuit mijn vaderlijke gevoelens, dat ik met het meisje wel contact zocht en naar haar zwaaide. En op dat moment leerde ik eigenlijk mijn belangrijkste les, misschien wel van die poging, dat was... Als het heel zwaar is, dan ben ik misschien wel geneigd dat ik het antwoord intern zoek. Maar als ik dat deel en hulp aanvaard, dan wordt het heel veel draaglijker. En dan is het opeens heel veel fijner en kan ik dat leed, kan ik veel langer dragen. Ja. Dus ja, ik ben individueel sporter. En ja, ik heb ook nog eens de eigenschap als er dan tegenvalt dat ik heel erg in mezelf keer. Maar ik heb wel geleerd dat dat niet effectief is en dat dat niet werkt. En ik denk dat dat ook heel relevant is voor nu. Van weet je, het gaat allemaal anders en het is allemaal niet hoe we dachten. En dan zijn er misschien ook wel mensen die het ook proberen intern te zoeken. Maar er gebeurt juist buiten heel veel. En we moeten juist naar buiten blijven kijken, flexibel zijn en kijken welke nieuwe kansen er komen, denk ik. Dankjewel, Maarten. Ik zie dat Lucas ook nu bij is gekomen. Kijk, ik wilde bijna zeggen video. Hallo. Maar je bent er al. Lucas, wie ben je en wat is je vraag? Ik ben Lucas Asselbergs inderdaad. Ik ben hoofd van het Studium Generale in Eindhoven. En ik ken een aantal van de sprekers al een beetje van onze programma's daar. Ontzettend leuk initiatief, daar wil ik jullie enorm voor bedanken. Ik heb al heel veel dit soort programma's gezien, maar dit is echt een enorm succes. Geweldig, ik geniet met volle teugen. Ik heb een hele moeilijke vraag. Ik heb de vraag, wat is jullie verwachting voor 2021? Hoe ziet de wereld er in april 2021, mei 2021 eruit? En wat hoop je dat het wereldbeeld zal zijn? En dat is een vraag eigenlijk voor iedereen. Ja, nou dan André, wat, hoe denk jij? Want je bent wel gewend om in quarantaine te zijn en dan weet je voor welke duur. Maar hoe denk je dat het zal zijn wanneer we hier uitkomen en dat we dan in april leven volgend jaar? Nou, ik denk een van de grote problemen natuurlijk is het vaccin. Ik denk dat we dan pas weer een beetje terug naar normaal kunnen als we niet meer de angst hoeven te hebben dat we besmet kunnen raken. Tot die tijd zullen we inderdaad een andere maatschappij krijgen met minder contacten, minder bewegingen.
misschien dat daardoor het thuiswerken zeg maar normaal wordt en dat we dat kunnen volhouden. Ik denk dat we veranderingen zullen zien vooral in transport en dat bijvoorbeeld vliegbewegingen, autoverkeer, dat voorlopig blijvend minder wordt. En ik ben geen econoom, maar het maken van een vaccin is volgens mij het belangrijkste moment. Als dat er is, dan langzaam wordt de boel weer opgepakt en dan hoop ik dat we het op een duurzame groene manier kunnen oppakken. En dat we zeg maar dit moment hebben aangegrepen om meer in evenwicht te komen met de aarde en de natuur. Dat is de hoop. Maar ja, ik heb geen glazen bol. Ik kan niet helemaal voorspellen hoe dat gaat. Dank. Maar Maarten, als jij toch een glazen bol zou hebben, wat denk je te kunnen zien daar? Ja, nou, ik weet niet of ik het een relevante vraag vind. In de zin dat het zo onzeker is. En natuurlijk, weet je, hopen we dat het straks weer doorgaat, dat er een vaccin is, dat we weer allemaal bij elkaar kunnen komen, dat we de goede dingen uit wat er gebeurd is kunnen meenemen, dat het duurzamer is, groener is en dat. Maar we weten het niet. Voor hetzelfde geld is dat vaccin er niet. Voor hetzelfde geld krijgen we een tweede golf of een derde golf, sterven er nog steeds heel veel mensen. En ik probeer me een soort van comfortabel te voelen in de oncomfortabele situatie die er is. Ja. En doordat ik niet heel erg focus op hoe het volgend jaar zal zijn, ja, probeer ik daar een soort van flexibeler in te zijn, omdat we het niet weten en ik me daar ook niet heel erg aan vast wil houden. Dus ja, weet je, we hebben nog geen idee hoe het er over een jaar uitziet. En we moeten daarmee flexibel blijven. En we zullen het wel zien of zo. Het enige wat wij kunnen doen is dat we het beste ervan maken, een betere versie van onszelf creëren, nieuwe dingen ontdekken, beter over onszelf nadenken. En wat er dan met het virus en in de wereld gebeurt, ja, de invloed voor elk individu van ons is daar niet zo heel groot in. Dus dat zien we dan wel of zo. Oké, dus dat advies is ook volgens mij. Erik, wat doet deze onzekerheid, of wat kan deze onzekerheid waar Maarten het over heeft en waar wij eigenlijk allemaal mee te maken hebben, wat kan dat eigenlijk doen met onze hersenen? Nou ja, kijk, die studies zijn er inderdaad ook wel. Die laten eigenlijk zien dat wij willen graag voorspellen. Hè? Dus het brein wil graag voorspellen. Dat geeft houvast. Dus de onzekerheid geeft ook de onrust. Dus vandaar ook dat het belangrijk is dat je weet, er komt weer een datum aan. En als die datum komt, hè, dan zal er waarschijnlijk wel weer wat kleine meer ruimte ontstaan. Voor maatregelen, ja. Nieuwe datum. Weet je, het beloningssysteem. Ik pak het nog even bij. Sorry. Maar ik heb... Grijp zijn kans. Maar dit is mijn leven. Dus kijk, het beloningssysteem, dat heeft hier een gebiedje hierbovenin liggen. Er wordt dopamine aangemaakt. André, waar wordt die dopamine ook weer aangemaakt? In welk gebiedje? Dat weet ik niet meer. Ben ik lang, te lang geleden. Nee. Oh. Maar goed, dus in ieder geval, dat gebied hier is eigenlijk een prachtig gebied wat die dopamine aanmaakt. En dat is de basis van het beloningssysteem. En je beloningsgevoel, een beetje opiaten en zo, gaat als je kan voorspellen. Dus zolang je die voorspelling, die houvast niet hebt, is die onzekerheid. En dat is onaangenaam. Nou, op de vraag van Lucas, ja. Komen, hè? Dus ik kan iets hopen. En ik heb heel positieve hoop. Namelijk dat, kijk, we hebben het nu over het nieuwe normaal. Maar ik hoop dat we niet teruggaan naar het vorige normaal. Okay. Het vorige normaal was namelijk abnormaal. Je kunt nog volgen? Ja, dus ik kan het goed. Normaal was abnormaal. Waarom? Omdat we allemaal zijn gaan zitten. Dus wat ik hoop, en waar we heel erg ons voor gaan inspannen, ik niet in mijn eentje overigens, is dat het nieuwe normaal is het normaal. En het normaal is actieve leefstijl. Vanaf april volgend jaar hoop ik dat we zover zijn. Super positief. Waarom? Omdat we daarmee van liefde bouwen aan een hogere weerstand. Dat als de komende jaren die virussen, die komen wel, laag risico. Daar gaat het om. Dank je wel. Ja. En Erik, je geeft het goede voorbeeld, want wij zitten allemaal, jij staat de hele de tijd. Ja, nee, 30 uur, hè? Sorry hoor. Heel goed.
zit ook te denken van nou, ik zou ook voortaan moeten staan, joh. Want dit is heel goed. Dankjewel, Lucas. Die is alweer weg. En ik zat weer na te denken over de vorige, Karin. En die had het over dat ze dus alleen is in haar woning. En we hadden het net over hoe het is om met anderen te communiceren en in contact te zijn. Maar dan kom ik weer over de effecten op onze hersenen. Hoe is het, ik weet niet wat je erover kan vertellen, Erik, maar hoe is het voor degene die 7 weken lang misschien geen contact, echt fysiek contact kunnen maken met anderen? Wat doet dat met ons? Dat doet veel met mensen. Dat doet heel veel. Je krijgt echt een stressverhoging. Er wordt veel studies naar gedaan naar isolement. Je ziet het ook uit die SARS-studies vandaan overigens, want daar waren de mensen ook in quarantaine. En die studies beschrijven ook die toename in stress. En als je kijkt in het brein, in de hersenen, wat stress doet op lange termijn, hè, dan zie je dat de structuren die te maken hebben met je redeneren, met je zelfreflectie, met geheugen, die structuren worden kwetsbaar. Dat kan zich overigens weer herstellen. Dus er is altijd weer een positieve outcome, hè, in het algemeen genomen, in groepen denken. Maar je kunt echt merken in die situaties dat je meer stress voelt, dat je ook minder, zeg maar, rustig kan redeneren van het komt wel weer oké, of het komt wel weer ergens op een balans uit. Dat wordt moeilijker als je langer in die isolementen zit. Dus net wat André al aangaf, en Maarten ook, hè, die communicatie, Maarten vanuit het water, André vanuit de ruimte, de social support is essentieel voor je hele endocrinologische systeem, je hele hormonale stelsel. Essentieel. Dus daar kun je echt mee te doen hebben. Op afstand is dat dus ook echt iets om op te blijven zoeken. Dan ja, heel erg. Ja, zeker. Ja. Ja. We hebben nog maar 2 minuten, heren. Het voelt als een dat we nog net zijn begonnen, maar we mogen alweer gaan afronden. Heel veel vragen zijn er en die... ik zie namelijk ook dat iemand is gestart met het leren van Portugees. Riet van der Meer, top. Dat is heel mooi. En... zoveel vragen om door te nemen. Gaan we ook doornemen. En we gaan kijken hoe we daar ook nog antwoord op kunnen geven. Heren, als jullie nog... We hebben veel gezegd, maar om nog 1 ding mee te geven... die iedereen zou kunnen meenemen voor de komende week. Wat zouden jullie nog kunnen zeggen aan de kijkers? In 1 of 2 woorden misschien, André. Hou het gezellig thuis, maak het leuk. Doe iets als een team. Blijf gezond. Dankjewel, André. Maarten? Ja, nou probeer jezelf in deze rare tijd toch een soort van te ontwikkelen, te verbeteren. Ja, en accepteer dat het even niet gaat zoals je hoopt. En dat het ook oké is. Dankjewel, Maarten. Erik? Ja, denk vooral ook aan anderen. Dat is superbelangrijk. Hè? U weet allemaal met mensen in de buurt die misschien toch eenzaam zijn of alleen zijn. En de empathie, het invoelend vermogen, de warmte is iets wat eigenlijk boven alles uitkomt. We zien het in de zorg. Hè? De grote warmte die je hebt misschien op de moeilijkste uren. De verzorging, de verpleging, de artsen. Dat is ongelooflijk. Dat geldt voor ons allemaal dat we die warmte heel hard nodig hebben. Dus ik zou zeggen, laat dat ook een grote rol spelen. Dank jullie wel, heren. Maarten van de Weide, André Kuipers en Erik Scherder. Dit was de eerste Speakers Academy Talks. Volgende week weer. En dan met host Frank van der Linden. En de sprekers zijn dan Annemarie van Gaal, Jeroen Smit en Peter Ros. Volgende week om 10 uur. Van harte welkom bij Speakers Academy Talks. Deze heren zijn te volgen op hun socials. Volg ze zeker. Volg ook Speakers Academy op Facebook, Instagram, noem maar op. We zijn daar allemaal te vinden. Fijne dag, Internationale Dag van de Arbeid. En graag tot volgende week. Doeg! Yes, dankjewel, hè. Dag allemaal. Dag Maarten. Dag André. Bye bye, hè. Tot ziens. Dag.